Ja, Lodewijk de Kruif, hoofdtrainer van UD19. Onlangs je contract verlengd hier. Uh, ja, dat wil zeggen dat jij ook uh, denk ik, tevreden bent over hoe het uh, hoe dit seizoen gaat en ook hoe de samenwerking met de vereniging in zijn, uh, in zijn geheel gaat. Nou ja, ik ben uh, eigenlijk heel tevreden hier. Uh, we hebben uh, behoorlijk wat gesprekken met elkaar gehad. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk uh, over het voetbal inhoudelijke verhaal als je, als je trainer bent. Nou, we hebben uh, die gesprekken gehad. Uh, naar elkaar uitgesproken waar we aan zitten te denken, uh, naar elkaar uitgesproken wat, wat de ambities zijn. He, dat, dat gaat over uh, dingen als uh, stand op de ranglijst, dat gaat over het uh, door laten komen van, uh, van talentvolle jeugd, dat gaat over de regionale functie, dus, dus allerlei dingen die we besproken hebben. Ja, en dat, uh, dat, uh, dat past eigenlijk uh, naadloos in de manier zoals ik erover uh, denk. Ja, en dan kom je toch al heel snel bij elkaar om, uh, om tot contractverlenging te komen. Ja? ja, want als eerste even gewoon kijkend naar de prestaties van het eerste elftal. Hè. Uh, ik ben natuurlijk ja, alweer drie jaar geleden begonnen. Um, maar telkens is die competitie afgebroken. En ja, nu, nu ziet het er toch naar uit, met, met, met heel veel omwegen, dat we hopelijk toch een hele competitie gaan spelen. En jullie staan gewoon derde, met ook gewoon een overwinning op Halsteren en een gelijkspel bij, eh, nou ja, ik denk wel gewoon de aanstaande kampioen eh, Baronie. Hè. Zo, zo real kunnen we wel zijn. Dat wil zeggen dat je in ieder geval ook stappen hebt gemaakt in die jaren. Nee, ja, dat ben ik volledig met je eens. Als je kijkt naar het eerste jaar, eh, dan hadden we ook een, een, een stukje stop. En. Eh, uh, op een gegeven moment, uh, uh, net voor die stop, gingen we eigenlijk ook heel goed, zaten we ook in die flow. Tweede seizoen uh, heel vroeg afge afgebroken, na vijf of naar zes wedstrijden al, Het was het al voorbij. Ja, daar kun je eigenlijk niks over zeggen, alleen wel dat de start uh, ja, niet, niet geweldig was. Ja, en als je kijkt naar dit seizoen, dan doen we hartstikke goed mee, precies wat je zegt. Hele goede overwinning op, op Halsteren, uh, een gelijkspel, uh, Baronie, de je, wedstrijd die je eigenlijk ook had moeten winnen. Um, dus je, je ziet echt een ontwikkeling uh, in die ploeg uh, waarin uh, de mensen die er al waren eigenlijk heel goed presteren uh, in, de, in de speelwijze die we hanteren. Je ziet uh, jonge jongens die doorkomen, die, uh, die ook best uh, uh, hun steentje bijdragen, die het niveau ook prima aankunnen. Ja, dus het is, uh, het is eigenlijk op dit moment uh, kun je zeggen dat we in, in goede doen zijn. En uh, kwam voor ons de, de, de corona-stop uh, op een verkeerd moment. Ja, en dan ja, ook, ook meteen even een brug maken met de actualiteit. Hè, want ja, je hebt dit jaar ook te beschikken over een hele goede voorhoede. En dan valt in één keer eh, vorige week eh, ja, toch enigszins rauw op je dak, volgens mij, dat, dat, dat een van de buitenspelers eh, vertrekt naar België. Ja. Nou, uh, Joët, waar het over gaat, uh, dat klopt. Omdat we als club en, en ook als technische staf, zelfs als spelers, hebben we daarin betrokken, heel veel hebben gedaan om hem aan te trekken. Zeg maar, hè. We hebben hem echt warm moeten maken om deze stap te maken. Uh, en daar waren we blij mee. Uh, als je kijkt in het begin, had hij, had hij heel veel moeite met zijn fitheid. Uh, daaraan hebben we ook enorm hard gewerkt. Uh, op het moment dat hij, nou, laten we zeggen, voor 95% fit was, hè, hij heeft wel zijn wedstrijden gespeeld. Uh, begon hij ook uh, uh, ja, echt een rol van betekenis te spelen in, in de ploeg. Uh, assist, doelpunten te scoren, een, een voorbeeldfunctie naar, naar jeugdige jongens. Ja, en dan krijg je te horen dat. Uh, dat in eerste instantie uh, hij ons vertelde dat hij het niet op, op kon brengen om, om nog eens na een corona stop weer opnieuw te beginnen. En uh, ja, hij had de zin nog niet afgemaakt. En uh, we konden al vernemen dat er een, een transfer aanstaande was naar, uh, naar Esperanza Pelt in, in België. Ja, dus dan weet je wel waarover het gaat. Het uh, zijn keuze. Uh, ik heb daar mijn bedenkingen over. Maar zo werkt het in de voetballerij. En wij moeten door. We moeten hem zo snel mogelijk vergeten en zorgen dat we het oplossen met de jongens die we wel hebben. Ja, want uh, dat betekent dus niet dat, dat je nog gaat kijken naar buitenkantjes, eventueel uh, van spelers die vrijkomen op welke manier dan ook? Nou, we kijken natuurlijk altijd wel naar, naar, uh, naar buitenkantjes, wel of, of zonder uh, spits die weggaat. Daar kijken we altijd naar. Uh, maar in dit geval uh, ja, hebben we daar eigenlijk nog geen beslissing over genomen. Er is ook simpelweg niks wat, wat zich aandient. Dus euh, laten we eerst maar eens ons focussen op weer trainen en weer gaan spelen. En euh, nou ja, als, er, als er dan wat, wat tevoorschijn komt, dan, dan zullen we er altijd naar kijken. Maar meer ook niet. Ja, en als je het dan hebt over, over de contractverlenging, hè, je zei de, de, de plannen voor de, voor de toekomst, hè, ook het, het inpassen van de jeugd. Als je dan gewoon kijkt naar het, naar het plaatje wat jou geschetst is voor de toekomst, hoe ziet dat eruit en welke rol uh, wil jij daarin spelen? Nou ja, kijk, als je, als je echt praat over, uh, over de, de, de sportieve ambities, hè, dus uh, laten we zeggen heel makkelijk even stand op de ranglijst, ja, dan willen we eigenlijk dit seizoen al kijken of we, hè, dus vooraf we staan nu derde, maar vooraf gesproken, ja, wilden we eigenlijk een aanval doen op die top 5. Hè, dus uh, eigenlijk kijken of we ons daarin konden mengen, uh, waarin we weten dat uh, Baronie uh, ook vooraf al de grote favoriet was. Dan kijk je naar OJC, dan kijk je naar uh, een ploeg als Halsteren. Eh, dat zijn ploegen die goed investeren, eh, die op een, eh, daarin op een ander level zitten als, als UDI. Nou prima, eh, maar dat zijn wel de, de, de ploegen die gaan voor het kampioenschap voorafgezegd. Nou, dat komt aardig overheen, zeker als je kijkt naar Baronie. Nou ja, en dan zijn daaronder een aantal ploegen waaronder wij, die zich moeten mengen in die top 5. Nou, eh, dat, is, dat is de grootste sportieve ambitie, eh, stand op de ranglijst voor dit seizoen. Nou, we gaan kijken. Of dat lukt, we liggen aardig op koers, maar we gaan altijd kijken. Dus, dus bloemen, altijd aan de finish wat dat betreft. Uh, en als je praat over het nieuwe seizoen, ja, dan, dan willen we eigenlijk weer een, een stapje verder zijn. En dan kijken we of we, uh, of we heel structureel uh, uh, sowieso bij die eerste vijf, maar dan weer een aanval gaan doen op die, op die top drie. Nou, dan ga je echt voor een prijs hè. dan ga je dus echt voor een, voor een periode. Uh, of uh, uh, misschien wel iets meer, weet je niet. Het is allemaal koffie er kijken. Maar dat is wel de ambitie die we, die we naar elkaar uitspreken. En uh, ik denk dat het heel gezond is voor een sportman op dit niveau om het hoogst mogelijke na te streven. Ja, en als je dan nog kijkt naar de onder-21, onder-19, uh, daar ga je natuurlijk ook kijken. Uh, komen er ook wat talenten aan uh, op, uh, nou ja, op midden, korte, lange termijn, zeg maar, uh, waar u die van kan uh, genieten? Ja, nou, de de, de onder-19, dat is nog wat te vroeg. Hè. Die moeten eerst nog de stap maken naar, uh, naar onder-23. Maar zeker bij onder-23 zitten een, een aantal jongens die we dit jaar al hebben overgeheveld. En uh, die nu uh, ja, eigenlijk een uitstekende periode hebben om, om aan te haken. De, de druk van de competitie zit er nog niet op, zat er nog niet op. Dus we kunnen die jongens echt goed integreren in de groep. En er zijn wel een aantal jongens die, uh, die er aankomen waar we heel blij mee zijn, maar ze zijn er nog niet. Oké, okay, dankjewel.